Welkom, dames en heren, bij deze uh, update wat betreft Bitcoin en Ethereum. Um, en voor de rest heeft het, wat mij betreft, niet heel veel zin om iets anders uh, te coveren nu, aangezien het feit dat als Bitcoin daalt, veel als nogal harder gaan of hetzelfde patroon aan het vormen zijn. Uiteraard, een enkeling uh, uitgezonderd. Um, goed, Bitcoin momenteel op zo'n 47%. Uh, 7, tussen 47.000 en 48.000 49.000 ranging. Nu een beetje een aantal uren. Um, de vraag is: waar gaan we nu heen? Gisteren heb ik natuurlijk een video gedeeld. Van ik dacht: van ja, de kans is aannemelijk dat we misschien wel aan de onderkant van de trend channel uh, gaan komen. Dus ik ga die er nog een keer bij pakken. En dat was, uh, was eigenlijk. Uh, dit channel. En ik zal hem even voor de volledigheid even uh, tekenen. Want daar ging het uiteraard om. En ja, dat was, uh, was dit gedeelte. Zo. Even kijken. Deze liep helemaal hier naartoe door. En nou, dan kon je goed zien dat we exact uh, op die middenlijn uh, zaten. Nou, het is ook goed om... Uh, het is heel duidelijk, zichtbaar, dat we nu ook die... In eerste instantie gisteren eigenlijk... Uh, ja, die bounce op, de, op die middenlijn die middellijn hier kregen van, van dit zogenaamde channel. En we hebben hem hier terug getest, nog een keer getest. Maar eigenlijk um, ja, hebben we dat niet weten te behouden. Nou, wat is nu voor Bitcoin eigenlijk belangrijk? En wat wil je eigenlijk zien? Is dat Bitcoin in eerste instantie eigenlijk um, dit level zou claimen. Hè, waarvan ik denk dat een, een, een beter level eigenlijk... Um, Rond de 51.000 ligt. Ja, dus dit claimen is in mijn optiek uh, logischer om naar boven te gaan. Uh, wat we ook hebben gezien is dat er wel wat nieuw tetergeld is geprint. We hebben natuurlijk ook gezien dat Bitfinex inmiddels heeft uh, geschikt voor zo'n 18,5 uh, 18 miljoen, geloof ik. Nou, dat is peanuts uh, vergeleken met wat ze de afgelopen. Um, twee tot drie jaar hebben verdiend en He, dat loopt in de miljarden, dus ja, daar zullen ze niet heel erg bang voor zijn. Dus, ik denk dat dat natuurlijk ook positief nieuws is omtrent crypto, gezien het feit dat 90% van uh, de verhandelde currencies, uh, of in ieder geval 90% van het verhandelen uh, in Tether gebeurt, um, dus eigenlijk maar een heel klein gedeelte met de bijvoorbeeld stablecoin vanuit uh, Coinbase en die dus wel gereguleerd is. Uh, goed, en, ge en daadwerkelijk gebackt is door dollars. Nou, Tether moest daar wat, wat op verzinnen en uiteindelijk hebben ze nu geschikt met betrekking tot 18,5 miljoen dollar. Dus nou ja, goed, op zich is dat dus eigenlijk een druppel op een gloeiende plaat voor die lui, denk ik. Dan Bitcoin. Uh, nou, zoals gezegd, Trend Channel. Uh, ja, het zou perfect zijn als we hier naartoe gaan. Misschien is dat wel wat te veel gevraagd om in één keer te doen. Dat zou ik verwachten. Um, dat betekent dat we eventueel een previous uh, test krijgen van een previous all time high, dat was dus dit gedeelte um, het, het zou mij niet verbazen dat we dat we uh, zoiets misschien gaan doen uh, dat zou kunnen um, ja, dus, dus dat is voor mij zeker een mogelijkheid we zijn hier tot aan de uh, 4489. Nou, kijk op de daily is dat goed zichtbaar. Dat we eigenlijk, uh, zoals gezegd, natuurlijk, dit daily uh, level eigenlijk uh, prachtig eigenlijk uh, gebounced. We hebben de vraag dus alleen, ja, is alleen. Is dit genoeg om verder omhoog te gaan? Of gaan we nog wat lager? En als we nog wat lager gaan, ja, waar gaan we dan naartoe? Nou We hebben eigenlijk nog twee opties. Uh, om in ieder geval in het trendchannel te blijven. Dat is enerzijds um, dit doen. He, dus dat we hier bouwen op die previous all-time high. Dat zou mij logisch lijken. En de vraag is dan of we überhaupt die kant op gaan. En ja goed, als dat gebeurt, ja, dan kijken we natuurlijk wel een stukje verder omhoog. He, want dan betekent dat we echt richting 65k uh, kunnen anderzijds is het voor mij uh, ook nog, of denk ik dat ook nog een mogelijkheid bestaat, is dat we dit gaan doen. Hè? Dus dat we dus deze uh, gaan, gaan claimen. Dus deze heb je eigenlijk nu al gespeeld. Dus die vallen weg. Die support is eigenlijk weggevallen nu, omdat je die uh, ja, is al geweest. Uh, ja, momenteel, zoals gezegd, rond de 48.000 dollar. Dat is dus vanaf de... Hier of de all time high naar de low hebben we natuurlijk 23% gehad. Nou, de vorige keer toen we helemaal naar beneden zijn gegaan, hebben we 31% gehad. Nou, we kunnen even kijken wat dat ongeveer doet. Nou, dat zit je zo rond, nou ja, rond een beetje dit gedeelte. Dus nogmaals: correcties van 30 tot 40 in een boemarkt zijn absoluut eh, vrij normaal en gebeurt veel vaker. Eh, nu lijkt het alleen bi bizar. Ja, dat heeft eigenlijk als, als enige reden dat we ook gigantisch hoog staan met Bitcoin. Dus zijn de correcties in dollarwaarde wat groter? Percentagewijs eh, valt dat eigenlijk allemaal wel mee. Ah, dus dit zou eh, voor mij zeker een level of interest zijn om hierin te kopen. Previous all time highs. Zal zelfs nog ietsje hoger leggen, denk ik. Ja, ik zou het. Eh, persoonlijk zou ik dit frontrunnen. Dat betekent dat ik dus. Mijn orders hoger zal zetten dan de top. Ja, waar dan precies? Ja, ik denk hier ergens rond de 42, 2, 300. Ja, op, op dit soort bedragen maakt een 200 dollar dan niet zoveel uit. Dus um, dat zou kunnen. En eventueel is dit ook een mogelijkheid. Um, he, dus stel dat we dit gaan doen: hier uitvallen, bouncen, dus dan krijgen we een fake-out en dan weer terug. Ja, dus, dus dat. Zou ook nog een mogelijkheid zijn. Um, <coughs> kan het dan niet zo zijn dat we nu omhoog gaan? Uh, ja, dat kan. Alleen acht ik die kans wat kleiner. Voor mij is dit een belangrijk level. Hè? Dat betekent dat 51.000 dollar claimen zou voor mij zijn. En waarom? Nee, hier ligt wat resistance. Dus als we dit claimen, dan zou ik zeggen: ja, dan kunnen we verder omhoog. En dan gaan we waarschijnlijk ook richting 63 k en dan pak je zo 10k erbij. Dus ja, dat zou, uh, ja, zou nogmaals dus kunnen. Uh, de vraag is alleen of dat gaat gebeuren. Ja, dus eigenlijk nogmaals drie opties. We kunnen nu omhoog. En wat bij mij, uh, in mijn gedachte, 51.000 dollar belangrijk is. Vanaf daar een off spot of long pakken. Of een previous all time high test. Waarin je dus of een long kan pakken met een korte stop los. Of je dus verdelen hier tussen. Kan natuurlijk ook. Um, of dit is voor mij eigenlijk het allerbelangrijkste level waarvan ik denk van dat dat ook nog wel eens kan gaan gebeuren. Hè. 39 tot 38,8 zoiets zou me ook niet verbazen. Um, ja, moeten er wel uh, gigantische hoeveelheden teters worden geprint. Uh, en als dat gebeurt, zullen ze waarschijnlijk een dip opkopen. Dus zou ik verwachten dat we of een high-low weg gaan zetten. Of uh, een, een, een soort van previous all-time high-testen. Misschien op 300 of 400 dollar na dat iedereen die hierop zit te wachten. Uh, duurder in moet kopen. Ja, want dat gebeurt ook nog wel eens. Nou, je ziet hoe snel het gaat. We praten net over 47,8. Uh, en we staan nu al bijna weer uh, 500 of 400 of 500 dollar hoger in luttele minuten. Ja, dus het gaat ontzettend snel. Um, dat gezegd hebbende, gaan we even naar Ethereum kijken. Want Ethereum heeft eigenlijk uh, hetgeen uh, gedaan waarvan ik dacht dat ze dat gingen doen. Uh, we hadden natuurlijk dat, uh, dat hele mooie trend channel ook op Ethereum. Even zien. En dat was dus, uh, dus dat was eigenlijk dit gedeelte. Uh, waarin ik dus eigenlijk. Uh, moet ik hem even goed tekenen. Uh, dus dat was dit, dit gedeelte. Nou, wat had ik eigenlijk verwacht? Uh, dat we dus hier. Uh, richting die. Um, ja, wat zei ik oh, al? Ja, richting de. Um, dit gedeelte ging zo'n 1430. Uh, 14, dat was dit eigenlijk. Nou, dit was in principe mijn gedachtegang om die previous all-time high uh, te testen. Nou, dat is gelukt. Uh, met een fake-out. Dus ik vertelde gisteren: fake-out erheen en terug omhoog. Hij ziet dat we nu dus tegen resistance aan zijn gelopen. Voor wat betreft Ethereum. Als je deze weer claimt in het uh, ja, channel terug, dan heb ik goede hoop voor Ethereum. En anders ja, zouden we nog wel eens ietsje lager kunnen gaan. Nou, we kunnen eens kijken waar we daar dan uh, terecht kunnen komen. Um, en want je hebt deze eigenlijk gehad. Nou, die zou eventueel nog verder teruggetest worden. Dat betekent dat we rond die 1305 uh, gaan zitten. Nou, dan, dat zou kunnen. Um, maar die hebt, dat zou betekenen dat we helemaal aan de onderkant gaan komen. Dus ja, het, het kan. We um, kan even kijken wat er op de daily nog hebben staan. Wat eigenlijk nog niet getest is, we hebben deze um, getest. Ja, dus ook, dat zie je ook heel goed en duidelijk. Die daily levels hier dus getest. En um, ja, daarna dus gelijk omhoog. Um, wat staat dan nog open? Ja, is eigenlijk het enige wat, wat ik denk dat nog open staat, is uh, 721. Ik verwacht, het lijkt me heel bijzonder als we daar naartoe gaan. Dus, dus dit level. En um, ja, dit level is ook nog niet helemaal getest. Dus wat mij betreft zou dit dus ook nog een level kunnen zijn. En dus dan dit is getest. Dus dan zou ik zeggen ja, dat, <tossimus> dat als dit faalt, dat we een stukje naar beneden gaan. En dat we echt kijken tegen, um, ja, tegen dit gedeelte. Dus tussen de 1200 en 1100. Dat zou, um, ja, dat zou wat betreft um, Ethereum op zich prima zijn. Als ik nou kijk naar de gehele beweging omhoog. Dan pak ik even de andere bij voor een wat beter beeld. En dan zien we dus dat die 618 van de gehele beweging omhoog, die ligt daar dus eigenlijk. Ja, dus rond die 1105, 1115, 11, 1100. Zou voor mij dus ja, een, een best wel belangrijk level zijn. Als we daar nog naartoe gaan. Ja, dat betekent dat Ethereum een behoorlijk stuk al heeft gedaald. En want we hebben eigenlijk 33% gedaan. En je ziet. Ethereum altcoins dalen altijd harder dan Bitcoin zelf. Dat zou uiteindelijk betekenen een correctie van 45%. Dat is vrij vrij fors. Um, ja, dat kan gebeuren. He, broer, niets is onmogelijk. Ehm. Um, maar dat betekent dat je daarna wel weer helemaal opnieuw moet beginnen. Dus het kan. Um, of we daar echt gaan, gaan komen, Ja, dat is zeer de vraag. Um, mooie is om, om dit ook te zien. En je kan ook zien als ik hier een uh, beweging uh, maak met bijvoorbeeld. Uh, even kijken, uh, we hebben hier zeg maar de low. En als we hier de high pakken, dan zien we ook dat de 618 dus eigenlijk precies in dit daily uh, level valt, dus dit gedeelte. Ah, dus dit is interessant om hier eens op te letten. Uh, als we uh, ja. het, het mooiste zou zijn, willen we daar naartoe is hier onder dit level sluiten. Dus onder de 47101 sluiten, dat zou eigenlijk fantastisch zijn, want dat zou betekenen dat we een 60% kans hebben dat we die kant op gaan. En ja, bedoel, je ziet. Dat uh, hè, met even terugkomend op, op, op Bitcoin, uiteraard. Ja, dat zou. Uh, voor dit, dit. Dit zou dat echt ideaal zijn. Hè, ik bedoel. Dat zou precies. Uh, um, uitkomen. Althans, als we kijken naar. Um, naar dus de levels. Hè, die we dus aanhouden. Oh. Even goed testen. Zo. Ietsje lager zetten. Hop, 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 hop. Nou, je ziet, dit is natuurlijk prachtig om te zien dat het zo goed uh, kan uitkomen. Dus ja, je ziet, dit zou natuurlijk ideaal zijn: onderkant, hè, dus rond die 40k, zou ja, dat zou fantastisch zijn. En dat is je ja, textbook uh, trend channel. En dan verder omhoog. Dus dan uh, betekent dat je, uh, als we daar naartoe gaan, en je zou hier de bodem kunnen kopen om me erbij... En dat betekent dat zo'n 50% opwaartse beweging. Wat je ook zou kunnen doen, en dat is natuurlijk wat, 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 um, wat trickier. Is dat je zegt van oké, okay, nou ik doe uh, DCA. En ik koop hierin. En dan is mijn uh, opwaartse beweging, als we daar naartoe gaan, is 30%. En dan koop ik hier nog een gedeelte in dat je gelaagd inkoopt. Dat is natuurlijk helemaal aan jezelf. Uh, dat kan ik niet voor je beslissen. En maar dat zijn dus de mogelijkheden voor wat betreft Bitcoin en Ethereum. En nogmaals, vind je dit video nou super tof, druk dan even op het blauwe duimpje omhoog. Word absoluut lid van onze gratis Telegram chat. Meer dan 1400 man alweer. We gaan alweer richting de 1450, dus het groeit ontzettend hard. En nogmaals, um, dat is compleet gratis. Kan je al je vragen stellen en we helpen je daar mee. Um, daarnaast ga ik ook een nieuwe serie beginnen omtrend. Dus niet alleen de bot, die draait nog. Daar ga ik deze week een nieuwe, een nieuwe video over maken. Maar ook wat betreft, uh, okay, hoe koop ik nu crypto? Ik, ik merk dat er heel veel nieuwe mensen zijn. Dus hoe, hoe koop ik nu crypto en hoe verstuur ik dat nu naar Binance? Uh, en hoe koop ik daar dan crypto? Uh, dus uh, voor mij heb ik al een keer een video gemaakt met betrekking tot Binance en, en Bitcoin meestal toen de tijd. Uh, gigantisch hoge vies, dus tegenwoordig doe ik dat op Bitfavo. Uh, dus daar uh, zal ik binnenkort dus een video over maken. Zodat ook beginners makkelijk uh, dat kunnen zien. Nogmaals. Ik dank je wel voor het kijken en ik wens je een ontzettend fijne dag toe en zeker tot de volgende keer. Ciao.